Okay guys, we zijn vandaag op Atjoni met de groep PSG Jongeren. Hi. Vandaag gaat deze man achter me, kapitein Ponti. Hij gaat zijn boek presenteren vandaag aan de mensen die hier zijn. Hij heeft een boek geschreven over de bestuurlijke functies van de Samekaners. En daarvoor zijn we vandaag op Atjoni. Als je kan zien, zijn we niet ver van de rivier. Kijk de rivier daar. Op de achtergrond hoor je de apentidrong. De apentidrong wordt bij de Samekaners gebruikt om kroetes te openen en af te sluiten. Het wordt ook gebruikt bij bepaalde speciale evenementen. En het werd ook gebruikt als communicatiemiddel tussen twee dorpen die dicht bij elkaar waren. Dat was vroeger. Maar na dit alles gaat men dan over tot het zingen van het Surinaams volkslied. En dan start het evenement officieel. Hier is kapitein Steven Petrucci aan het woord. Hij vertelt over het onderzoek in samenwerking met Stichting Tripet. Over het onderzoek en de reden waarom ze ervoor hebben gekozen om dit boek te schrijven. En wat hun uitdagingen waren en al hun ervaringen in het kort. Hij gaf ook aan dat hij ervoor heeft gekozen om dit te doen omdat hij ook heeft opgemerkt dat er verwatering van bepaalde culturele dingen optreedt binnen zijn gemeenschap. En daarom heeft hij ervoor gekozen om ze vast te stellen en de stichting die daarbij heeft geholpen of bijgedragen is Tripet. En in samenwerking met Tripet en bepaalde studenten hebben ze dan onderzoek gedaan in 66 dorpen. En ze hebben meer dan 200 mensen geïnterviewd en informatie vastgelegd. En zo is dat boek tot stand gekomen. En bij zijn opening zag je dat hij ook sprak en iemand anders gaf antwoord. Dat is Sebastian. En dat is ook een van de dingen die hij in zijn boek heeft meegenomen. Om eigenlijk aan de andere generaties te kunnen tonen van hoe dingen geschieden. Hoe dingen gedaan moeten worden, want bepaalde dingen werden alleen mondelings doorgegeven vroeger.
van mond-tot-mond praatjes noemen wij dat. Maar hij ziet dat die dingen dan niet meer zo gedaan hoeven te worden, omdat de mensen die deze dingen in het leven hebben gehouden al die tijd, nu oud worden en sommige van ze gaan dood. En zo treedt er dan verwatering van bepaalde culturele dingen op. En het is belangrijk om het vast te stellen. Dus dat was zo'n voorwoord in het kort. Hier heb je Norris en Bretta. Ze hebben zich aangekleed in mooie traditionele Samakaanse kleding. Norris heeft de kamisa en een banjakotte aan. Bretta heeft de sapim en banjakotte aan. En nog een blouseje. Norris heeft ook een sipu aan zijn benen. We gaan zo meteen samen een poema ten gehoor brengen. Kabiting kita tegang sembeti henting tiku ya bawa tera pikimi ubebe hari gang sembene tera di pikimi bibi kita tegang sembeti henting tiku ya bawa tera pikimi ubebe no di gang sembene tera di pikimi ikoni bibi so sei kile utadai watembe kuya ki makani no te iku ya ki no hiu tu ni woko aibuko akilibi aibuko akiliba no bawata ubebe usalibi molanga te iku ya ki no bawata ubebe usalibi molanga usatan jadi koni juu chako dau kide akibodo. Kabiteng uta aksi ku ile speak ibaka e sa te ibang ibaka na e ta ibang. Solesi. Solesi ntaka di nama kapi na unita pati sing isa makati. Pasun dia pesi passons bien à Pessy, Bacadide, Sangabou, Féti, Tepa de Kofi. Enfin, les députés qui Féti. Bacadide, le Véba, Matou, Alembe et Matou, pour les pistes. Sauter, sauter, mais ta haki sinise. Ou fa de vitamé pizzi. Libi, ti, kuchubi, ti, ouai, ti, sama, kali, ufu. Biga na waiti mo te kosu mabisi kosu tai angisa no de kio tuwede tapakoto bisi kamisa te de waiti tembe bangi gosindo akutu gangasa mita hangi usabi fa abide afosu mita hangi usabi fa di gama de kapiteni de basia ku hide otuwa bitati disama kali yofu. So say, ada iso gitu. Kudine isa sabi fan kampu ahi isa yodo. Kudine bakami usati le ade gawa ku biga ada panoro. Biga koko nina sa kumuta matu kopi ki kalua kandata pebe ki sibami. E wosufu takule. Usi yang susabi. Fadie gawa fukupanya ade bakana wolani nti ku mate cha wayo kio ga basu ga kamatu ugole ko ti basu gere e du fali de ga se me awasu nta takita na taki hia akuka henda koni taki hia akuka bida koni makuditi de libya ki no skipi buta apampia henda sabi ku koni dade bakamifu utego no disi henda sambiabi uchako daunu no before uti bangi no utudahi unutu gantani.
Il faut se servir. 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 Ça et on est beaucoup il faut s'aimer dit que nous pas on pour respect vous pensez mais les câbles vont au fond beaucoup de quoi dans force tourne à du moment qu'à qui quand les câbles vont au ou axi capté Edouard pour ça hier krijgt hoofdkapitein Wazet het boek als eerste persoon in handen. Het boek werd ook naar de Grama gestuurd voordat het werd gepubliceerd voor zijn reactie en goedkeuring. Maar de Grama heeft nooit daarop gereageerd. Ook op zijn uitnodiging om dit evenement bij te wonen heeft hij niet gereageerd. En ja. Ook hij trippen en ook hij zien die bilau heeft aan het hangen voor. Eu quis negar uma aí com a parede com a dele. No capitaine, então vou com uma soldada a conde. Capitaine, então vou com a homem a conde. Capitaine, então vou com o capitaine a conde. Baixa, então vou com uma soldada a conde. Baixa, então vou com uma gama a homem a conde. Eu sempre me fene, o bumbu está uma bumbu som de saco da vaca. O meu tá o ao for de bacá som da cojo ao dedo. Mas, before que mo lobi, no de gan sabe fu, ma kan yu fas de bi woko, u teleki, fai loko, goko, a fi, sa ma kan yenge ku mong hiya. Eh? Di kuna da mta kade, se yi se menong mita de. A ma kuro. Ya? Wa, ya mong hiya se. Ti fa o de yi yu ku men se me. Ma de yi se me, na a tu se yi kota si, di sonon se me de. Hoofdkapitein Wazet heeft een dankwoord gedaan en hij heeft ook een beetje geschiedenis herhaald over hoe de mensen vroeger hebben geleefd, de ouderen vooral, en waarom hij het ook belangrijk vindt dat deze dingen nu vastgesteld worden op papier. En ja, hij heeft zijn dankwoord gedaan en bij het overhandigen werd er ook uitgelegd waarvoor hij dat boek krijgt en voor wie het dient en noem maar op. Traditioneel gezang, maar zo maar niet actief. Hoe is dat?
Hier wordt een exemplaar van het boek ook symbolisch aan de staat Suriname gegeven en een districtscommissaris, namelijk die van Brokopondo, gaat het dan in ontvangst nemen namens de staat. Er is ook uitgelegd waarom het belangrijk is dat de staat Suriname weet hoe deze bestuurlijke functies bij de samenkanners in elkaar zit. Er werd daarbij ook teruggekeken naar een incident waarbij de politie een basha of kapitein Laas bij Klaas Kreek van zijn brom heeft gestoten. En ja, er was ook een vragenronde en daar zijn er een paar vragen naar voren gekomen. En een van de vragen was, wat gaat men eraan doen zodat deze boeken in het onderwijssysteem komen, vooral in het Samakaans grondgebied. En daarop werd er ingegaan en er werd ook een stukje uit het boek gelezen. Nu 60 bladzijden schrijven, deze en deze schrijven, nasho, hepi, die boekwaard. En die schrijven, als schrijven, zetten, of die boekwaard. Ik heb een bibliotheek of een schrijven. Ik heb een Dus, hoe moet ik? Wij moesten ook meteen van ons zeggen, we moesten ook belangrijk zijn om heel veel te gaan afvissen. Dat we de fundraising activiteiten, we zoeken money, van onze memoria exemplaren. We moeten net even moeten digitale, we gaan door kooi boeken. We hoeven wij, dan wil ik meer wat er hier voor je wat er vast dat het aan die zo voelt, hoe schat we hadden dat je dat toe bent. Dat één gezien, we moesten bij een normaal. Hier kwam Daphne Adjako met een heel goed voorstel en namelijk een voorstel om te fundraisen, vooral door jongeren die ondernemen en hun community willen ondersteunen, zodat er meer van deze boeken bedrukt kunnen worden en naar het binnenland gestuurd kunnen worden. Guys, er is al gepresenteerd en nu gaan we even eten. Ik eet een afingi soep. Er wordt weer met de apinti drong afgesloten, zoals ik in het begin had verteld. En dit was het basically. Hierna was het gewoon even babbelen onderling. Hier heb je Noris en Bertha weer. Ja, kijk hoe prachtig ze zijn. Gekleed. Die mooie de andijne. Ja, de guy Bertha. Een mooie de panta. Moet als ze mooi zien, dan heb ik gewoon weer. Zo guys, dit is het boek. Het is in verschillende talen geschreven. Zo ziet hij eruit. Brunswick.
we zijn weer op weg richting Paramaribo. Dus bedankt voor het kijken en kijk eens, we gaan nu weer naar Paramaribo. Vlog.